Welkom dames en heren bij No Limits aflevering 27. De webcam is er niet bij, de camera was plat, excuses daarvoor. Maar ik wil nog wat zeggen, want dit is aflevering 27. Ik kan jullie nog maar voorlopig 3 afleveringen hierna aanbieden. Niet getreurd, No Limits blijft op mijn kanaal staan. Ik ga na de 30e aflevering eventjes nieuw beginnen met uitleggen hoe je coasters maakt. Dus nieuwe No Limits tutorials. En eentje die fatsoenlijk gaat, dus ook die af wordt gemaakt, want de vorige keer heb ik het niet afgemaakt. Omdat, ja, ik weet niet, ik heb het gewoon niet afgemaakt. Deze keer gaan we dat wel doen. En daarna gaan we waarschijnlijk weer door met achtbanen bereiden en boren. Vandaag gaan we niet minder doen. Met nieuwe achtbandjes en dat is deze. Daar gaan we mee beginnen, dat speelt zo'n rare naam. En dat is My First No Limits 2 Coaster Enjoy Your Ride. Dan hebben we Valkyrie en Vampire Bat. Maar eerst doen we dus deze. My First No Limits Coaster Enjoy Your Ride. En we gaan dadelijk wel zien hoe de achtband heet. En aan de foto te zien lijkt het al een heel spectaculaire achtbaan. Ik denk aan afschiet achtbaan, daar gok ik toch op. Hij is nog even de scène object en scripten. Dus we moeten nog heel eventjes wachten. Maar gele baan, grijze. Oh, we moeten nog eerst een stukje wandelen. Dat hebben we eigenlijk nog nooit moeten doen in mijn serie, denk ik. Dus er is al over wat bloemetjes, ook lantaarnpaaltje en bankje zag ik net. We gaan eens kijken waar we daar terecht komen. Er is veel gedaan aan natuur, zie ik. Het is geen lanceercoaster, toch niet. Je gaat ook gewoon omhoog een optakelijk, maar met een lift heel duidelijk zo zeggen. Dan komen we hier aan bij het station. Hopelijk zit ik aan de juiste kant. Denk ik wel. De poortjes zijn nog niet open. Dus ik ga eventjes beleefd wachten tot ze open gaan. Er staat al een melding dat we erin kunnen, maar toch gaan we eventjes beleefd wachten tot de poortjes open gaan. Ik haal dit er al bij. Ik wil toch wel weten. Het is T-Express. Ik zie hier al speeds. Dat is eigenlijk niet de bedoeling. Dus ik klik hem heel eventjes weg. Nu zei ik wel dat boven de weg maar eventjes rooien, dus de poortjes gaan niet open. Oh, oké, okay, als je op de duivel springt. We gaan hier vooraan zitten in de P-Express, zo heet de achtbaan. Ik spoel het eventjes door tot de poortjes dicht gaan. Ik zal wel sneller vertrekken, ik zie hier het achtbaantje, een langer karretje langskomen. De P-Express, daar gaan we jongens. De P-Express, we zitten van voor. In deze gele baan met grijze ondersteuning en hier staat al een heel grote constructie die heel erg goed gemaakt. Klaar voor de optakeling, de lift hill zoals het eigenlijk heet in de termen volgens mij. Beter dan de comments als ik het fout heb, maar ik denk dat het een lift hill heet. En we gaan dus met 50 km per uur naar boven. Ik zie hier al een hele mooie looping, grote looping toch ook wel. Ik verwacht ook dus redelijke snelheid, net zag ik stiekem al wat snelheden, rond de 90 km per uur, dus dat belooft, het wordt een spektakel. We gaan ook onmiddellijk eraan beginnen met een soort van kurktrekker en we storten naar onder met inderdaad 103 km per uur jongens. Gevolg, ik heb wat lag, dat kan. We hebben dan die looping heel super rond. Dan gaan we verder. Jullie weten dat ik slecht op je drijf, dus excuses voor die lijk. Kurktrekkertje, wat hebben we hier? Een immerman als ik het juist heb, zoals bij de Baron. Volgens mij draait deze ook zelfs naar de juiste kant, zoals Baron de Boek heeft gedaan. Zoals Baron de Boek. Ik heb hem nog nooit gedaan, maar ik heb wel uiteraard al gedaan. We gaan onder de grond, de P-Express. We maken zelfs een kurktrekker in de tunnel. En ik heb een lijk, dan allemaal. En we zijn al aan het einde. Wauw, wauw, wauw. We worden nog niet voor deze stilstand gebracht. We remmen eerst nog. Dat is wat fijn gemaakt. Het is nog niet zo'n heel saai einde. Je krijgt er wel wat remmen. En dan krijg je nog een fijn bordje. En dan deze remmen. Dat is eigenlijk het officiële werk. En dan zijn we aangekomen bij het einde van de P-Express. Ik kan er even overheen vliegen. Het is niet een grote achtbaan. Het is niet bepaald een grote achtbaan. Maar wel een heel spectaculaire achtbaan moet ik zeggen. Hij is echt niet groot hoor, maar toch vind ik hem heel erg leuk. Hij gaat hier van deel zich af, dan gaat hij over naar daar, dan gaat hij hier onder de grond, dan komt hij hier langzaam weer terug.
hij heeft toch wel wat aandacht besteed aan de natuuromgeving. Duidelijk met verschillende bomen, niet één boom, dat is fijn, positief. Ook dat hij eerst nog een stukje moet lopen, dat is heel mooi gemaakt. En dat hebben we denk ik nog nooit gehad in mijn hele serie. Een heel erg slagge achtbaan in mijn ogen. We gaan verder met de volgende achtbaan na mijn eetalzit. Dus ik zie het uiteraard zo terug. Zo jongens, we hebben ondertussen gegeten, dus we kunnen er weer tegenaan om achtbaan te gaan beoordelen. De eerste achtbaan die we dus gedaan hebben, heb ik goed beoordeeld, vond ik heel erg leuk. De volgende achtbaan die we gaan doen in aflevering 27 is de Valkyr. De Valkyr is gedaan. We krijgen een hangende achtbaan. Dat is al een tijdje geleden. Oh nee. Vorige aflevering hebben we nog een achtbaan gedaan. De Space Center ding, dat was echt een heel erg vette achtbaan. Goed, deze zetten we in de Valkyr. De manier waarop deze gaat brengen, we gaan omhoog getakeld worden. Heel rustig, dus we gaan hem rechts gaan hem gewoon doorspoelen, want het gaat te lang duren anders. En jullie mogen eventueel ook wel vragen achterlaten voor in de Limits aflevering voor de tutorials. Ik ga sowieso met stalen achtbanen maken, maar jullie mogen ook vragen om auto ophangende achtbanen. Dat kan ik ook niet eens. We gaan er wel door een paar heen, dat is het nadeel, maar we gaan nog heel soepel door de looping. Met die palen is wat niet, is niet echt naar gekeken, heb ik dan drukondersteuning. Het is slecht uit je ding is. Maar die we meer aan kunnen doen. We maken geen kurktrekker, maar een vol op zo'n dek. We maken een beetje raar, het omgekeerde van een immerman. Maar dan nog een beetje een raardere manier. Een beetje remmen, dan gaan we weer naar onder. We gaan een nieuwe kurktrekker maken. Heel soepel. Volgt door een bocht, een spiraal, ja, dat zijn niet echt spiraal, maar een bocht. En dan denk ik dat wij dadelijk, oh nee, we komen nog niet aan. We gaan door het station heen, wat die misschien iets beter kunnen uitwerken. We gaan heel kort over de baan heen, ik weet niet of je het zelfs raakt. En dan schieten we dadelijk in de remmetjes en dan zijn we aangekomen. Terwijl Kaya een heel erg leuke achtbaan, hier en daar wat minpuntjes met die ondersteuningspalen. Dit is een B&M coaster denk ik. Onder andere in Fantasyland Black Mamba. Ook een B&M. Zo eentje van B&M Vekoma, maar ook hangende achtbanen. Maar hangende achtbanen van Vekoma, weet niet wat precies eentje staat. Ik denk, dan moet ik even gaan denken, oh ja, de MP Express in Movie Park en de Condor in Hotel Condor van Wally World. Mijn beoordeling, op die paalfouten na vond ik het een heel geslaagde achtbaan. Die goed om snelheid draaide, toch een aantal inversies. Soms knikt er iets wat, maar niet echt veel, dus niet veel minpuntjes. Dat is mijn mening. Dus laten we zeggen 7 op 10. Die vorige geef ik een 8 op 10. Dat even ter zake nog. We gaan verder met de laatste achtbaan en het is de Vampire Bat. Dus een soort vleermuis. Vampire Bat, vampier vleermuis, dat ik het goed heb. Het is opnieuw een hangende achtbaan. En ja, het is weer hetzelfde baan die was net. Ook weer zo eentje van de Vekoma. En deze ziet er wat meer spectaculair uit op het eerste zicht. Ik haal de speedster opnieuw bij Vampire Bat. Even doorspoelen snel, want het is niet zo'n hoge opdakking als net. De Vampire Bat. We krijgen hier nu al wauw. Wat een constructie. Wow. We werden zelfs afgeschoten om zo te zeggen. Wauw. Het is een snelheid achtbaan heb ik de indruk. Niet echt qua loopings. We krijgen een stukje remmen. En we gaan weer naar onder. Storten weer neer met 80 km per uur. 81. Gevolgd door een looping. Heel rond zakken we nog een looping. Nee, dit is een immerman. Ik dacht dat het op een overal aankomt, maar toch niet. Wauw. Dit is eigenlijk een achtbaan helemaal op elkaar ingepropt, maar spectaculair. Spectaculair. Vampire Band. Dus de aarde hebben zo'n foutje met een paal. Helaas zitten ze er weer bij. En dit is een heel erg vloeiende achtbaan, jongens. Helemaal niks aan te merken momenteel. Op dat één paalfoutje na krijg je weer een stukje remmen. Je hebt ook al die remmen ongeveer in een toren gebouwd. En dat is wel heel erg vet. Om heel kort op de grond.
Wauw. Heel grote constructie ook gebouwd. Ik denk dat we nu richting het einde opgaan. Jawel, het einde van de Vampire Bats. Hier blijft een stukje over en dat kon hij misschien doortrekken. Hier kon hij dat misschien ook doortrekken met die bocht nog. Eventueel. Maar jongens, dit was echt een heel erg geslagen Armaloop weer in mijn ogen. Hij is ook echt ja, op elkaar gezet om het te zeggen. Maar kijk, hij heeft dus inderdaad een één groot toren hier gebouwd. En hier staan dus 1, 2, 3 remstukken in. Echt, dit is een heel geslaagd Armaloop. Hij is helemaal niet groot. Of ja, hij is wel lang. Maar hij ziet er niet groot uit. Hij is gewoon omdat het komt omdat hij op elkaar is gezet. Maar dit vond ik echt een heel vette achtbaan. Maar het rare is wel dat hij dan door boven nog zeg maar een stukje wordt afgeschoten. Dat had ja misschien iets anders er kunnen doen of zo. Weet ik niet precies. Maar ja, dat is niet helemaal zo. Ik vond het wel een heel erg geslaagde achtbaan. Ik denk dat dit de winnaar is. Ik geef deze ook een 8. Maar dit was een heel geslaagde achtbaan. Op de tweede plaats had ik dan deze. Dus my first dat was in echt was die Express. Ik weet het even niet meer, dus na het eerder moment vergeten. Dus met Express was het iets. En dan de Valkyrie zetten we op plaats 3. Allemaal goede achtbanen. Ik vond het een geslaagde aflevering. Vonden jullie dat dan ook? Vergeet dan nog eventjes niet de blauwe duimpje omhoog te doen. Volg me op Facebook, Twitter en Instagram. Alles linkjes staan in de beschrijving. En ze komen ook in de auto. Dan wens ik jullie nog een fijne avond. Graag tot de volgende keer. Later!